Zo, hallo. Mijn naam is Björn Mulder. Ik ben arts voor orthopedische geneeskunde. En ik heb een hele interessante video voor jullie vandaag. Het gaat een keertje niet over klachten van het bewegingsapparaat, wat jullie natuurlijk gewend zijn. De setting is ook anders, want het is een beetje een impromptu video. Met name omdat ik een paar dingen ben tegengekomen vandaag die ik natuurlijk met jullie graag zou willen delen. En dat gaat natuurlijk over de luchtwegproblematiek die we nu hebben, wat de gemoederen bezighoudt in ons land, om het maar zachtjes uit te drukken. Dus luchtweginfecties is een enorm probleem. Ongeveer 10% wordt geschat van alle spoedeisende hulpopnames heeft met deze problematiek te maken. En ik heb hier een ander cijfer, dat er geschat in 2013 dan wel, dat er 2,6 miljoen mensen zijn aan overleden. Wereldwijd. Dus 2,6 miljoen aan dit soort klachten. Een enorm probleem in de wereld. En nu zeker natuurlijk met het coronavirus extra actueel. Wat ik eigenlijk hier heb is een heel goed onderzoek uit 2017 uit de British Medical Journal, genaamd Vitamine D Supplementation to Prevent Acute Respiratory Tract Infections. Dit artikel is een systematic review en een meta-analyse. Wil zeggen dat het allerlei resultaten, dus van een allerlei onderzoeken eigenlijk heeft gekoppeld en daar de wetenschappelijke resultaten heeft gebruikt om een soort van alomvattende conclusie te maken, een soort van eindconclusie. En wat ze dus hebben gedaan is 25 studies, en dat zijn dus allemaal randomized double-blind placebo-controlled trials. Dat zijn een hele hoop dure woorden, maar waar het uiteindelijk op neerkomt is dat wordt een beetje gezien of geacht als de beste vorm van onderzoek. Dus het is geen onzin, dit zijn echt hele harde cijfers. Daar werd dus gekeken naar het effect van vitamine D op het immuunsysteem en met name op luchtweginfecties. En wat deze mensen dus hebben gezien en gevonden, dat dus van deze 25 studies, wat uiteindelijk ongeveer 10.000 mensen dus heeft behelst, dus als je naar alles kijkt, dat dus een goede vitamine D level of een regelmatige vitamine D suppletie de kans op een luchtweginfectie, zowel bacterieel als viraal, enorm kan verbeteren. Globaal gezien, als alles gekoppeld is, dus alle subgroepen koppelen we aan elkaar, komen we bij een adjusted odds ratio, dat is ook weer zo'n duur woord, van 0,88. Dat wil dus zeggen, een odds ratio van 1, dan heeft iets geen effect. Van 88 wil dus zeggen 12% verbetering. Dus een 12% verbetering. En mensen met een constante suppletie of een constante goede vitamine D-spiegel, was het zelfs gunstiger, was het een odds ratio van 0,81. Dus dat is dan 19%. 19% preventieve waarde voor luchtweginfecties. Dus het is best wel een groot aantal mensen als je natuurlijk alles bij elkaar bekijkt. Best wel goede cijfers. En daar was ook nog een subgroep en dat vind ik eigenlijk de interessantste, want in mijn mening slaat dat ook het meest op ons. Wij hier in de westerse wereld, om het zo te zeggen. Mensen met een te laag vitamine D, dus onder de, ik kan niet zo snel vinden, dat cijfer, maar onder de 22, onder de bloedwaarde van 22. Als deze mensen dus werden aangevuld naar een betere level, was er dus een odds ratio van 0,3, wat dus wil zeggen een 70% verbetering. Dus bij 70% van de mensen die dus een te laag vitamine D hadden en dat werd verbeterd, 70% van de luchtweginfecties konden daarmee dus voorkomen worden. En wat je dus ook ziet is dat een goede vitamine D spiegel ook tot een milder verloop van deze infectie, als het er dan wel komt, tot een milder verloop laat gaan. Dus dat zijn echt wel enorme uitslagen en dat is zeker iets waar we naar moeten kijken. Want vitamine D is natuurlijk wel iets wat in onze collectieve kennis wel speelt. Maar naar aanleiding hiervan ben ik ook gaan zoeken. Ik wist het zelf natuurlijk ook niet, anders had ik het al eerder natuurlijk gezegd. Maar om het te laten zien dat het enorm belangrijk is. Dus om eventjes hier in mijn notities te kijken, hadden we die 70% hebben we gehad.
Oh ja, en qua veiligheidsaspect was het ook nog eens heel veilig. Er waren geen eens bijwerkingen of een verhoogd risico op bijwerkingen of andere problematiek bij de suppletie. Deze, waar het eigenlijk op neerkwam, wat het beste is, is als er een goede constante vitamine D waarde was. Dit gaf dus de beste uitkomsten. En er zijn natuurlijk verschillende manieren om dit te doen. De beste manier is om veel buiten te zijn in de zon. Dus de blote huid in de zon. Want dat maakt onze huid maakt eigenlijk onze eigen vitamine D level. Zeker omdat wij in West-Europa leven. Maar natuurlijk, we hebben net de winter achter de rug gehad. Dus iedereen is lekker bleek. Veel mensen zijn natuurlijk heel de winter ook binnen geweest. Moeten nu ook binnen blijven. Terwijl misschien een betere optie zou zijn om iedereen lekker in de zon te laten zitten. En gaan dan niet gelijk factor 40 smeren. En gaan dan niet gelijk met je zonnebril en met je petje naar buiten. Want dan gebeurt er alsnog niks. Dus lekker in de blote huid, in de zon. Natuurlijk met mate. Maar je hoeft er echt niet bang voor te zijn. Een tweede onderdeel is natuurlijk uit de voeding. Vitamine D kan ook uit de voeding gehaald worden. Denk dan aan vette vis. Denk dan aan lever. Denk dan aan kaas. Denk dan aan... wat hadden we nog meer? Eigeel, dat soort dingen. Dus, en de suppletie natuurlijk, dus de tabletjes. Wat de gemiddelde mensen nemen is zo'n 25 microgram per dag. En wat ongeveer met 1000 IU, dat is ook een andere maat. Een beetje een ouderwetse maat om mee te meten. 1000 IU te doen. Wat wij doen zijn injecties. Regelmatig injecties geven om mensen met een erg laag vitamine D. En daar zien we er best wel veel van. Omdat dat ook geassocieerd is met allerlei klachten van het bewegingsapparaat. Om dat goed aan te vullen geven wij ook injecties om mensen een soort van kickstart te geven. Dat zijn dan injecties met 100.000 IU. En dat is een soort van gereguleerde afgifte. Dat is een soort olie wat dus over 3 maanden langzaam opgenomen wordt in het lijf. Waardoor je dus 3 maanden lang eigenlijk een mooie steady spiegel kan geven. En dat is eigenlijk ontzettend belangrijk dat het mooi stabiel gebeurt. Natuurlijk straks met de zomer dan gaan de vitamine D omhoog. Maar goed, daarna hebben we natuurlijk ook weer een winter waar we doorheen moeten komen. Ik had ook al eerder gezegd dat een goede vitamine D status het verloop van of het beloop van dit soort infecties ook kan verbeteren of milder kan maken. En met name een van de dingen waar we dan mee te maken hebben is dan het ARDS. Het ARDS, dat is een syndroom, het Acute Respiratory Distress Syndrome, wat dus met het coronavirus ook regelmatig voorkomt. En waarom het dus ook zo gevaarlijk kan zijn voor de mensen. En wat het er eigenlijk mee gebeurt is dat je hebt dus de hoofdbronchi. En als je dan verder de longen ingaat, dan takt dat af. En dan kom je dus uiteindelijk in de longblaasjes. En die longblaasjes zijn eigenlijk gewoon ja, kleine zakjes waar er dus lucht in wordt gezogen, ingeademd wordt. En dat is een heel dun membraan naar de bloedvaten waar dus het zuurstof opgenomen moet worden. En de CO2 dan weer terug de lucht dat je uitademt in wordt gegeven. Dus wat er dan gebeurt bij een longontsteking of bij ontsteking in zo'n long. Dus dat is een overreactie van het lichaam eigenlijk. Gaat er dus vocht komen in die longblaasjes. Dus als er vocht in komt, dan kan dat, die gasuitwisseling kan niet goed meer gebeuren. En als er ook vocht tussen de longblaasjes en de bloedbaan komt, dan wordt het nog lastiger. Dus dan stik je eigenlijk in je eigen, in je eigen vocht, in je longen. Daarom is het zo gemeen ook, dat coronavirus. Een van de redenen. Ik ben geen expert nogmaals, maar goed, dat is ook wel wat ik hierin heb gelezen. Dus, de eindconclusie was natuurlijk in het begin al gegeven. Vitamine D, ontzettend belangrijk. Kijk hier verder naar, alsjeblieft, collega's, mensen die hierin geïnteresseerd zijn, deel dit met mensen die je kent. Deel ook het artikel, want die kan het veel beter uitleggen dan ik. En samen gaan wij een gezondere toekomst tegemoet. Aan het einde staat de overwinning.